mensen, dit is Pwned en wij zijn in Assassin's Creed Revelations, yeah. Even een kleine update, voor mezelf ook een beetje, want ik vond soms dat we een beetje lage frames kregen in het spel. Bleek dus iets mis te zijn met mijn videokaart, nogal raar, ik heb hem gewoon geïnstalleerd, videokaart erin gezet, gewoon dat. En blijkbaar waren de kloksnelheden een stuk lager dan dat ze horen. Dan dat ze zouden moeten zijn. Wat eigenlijk heel raar is, want ze zouden een basisfrequentie moeten hebben. Maar dat hadden ze opeens niet. Opeens waren het iets om 200 MHz of meer lager. Dus daarom deed hij het soms slecht. Maar nu heb ik hem helemaal goed staan. Dus krijgen we goede frames. Dus dat is wel erg fijn. Maar alsnog, omdat ik dat gekloopt met deze videokaart heb. En ik was al van plan om een nieuwe videokaart te kopen. Ga ik dat nu zeker doen. Tenminste... waarschijnlijk als ik een paar episodes van Assassin's Creed 3 heb ik opgenomen. Als die dan uiteindelijk uit is. Daar wacht ik nog steeds op. Nog iets van 3 weken. Godverdorie. Maar ja. Dan ga ik dus één keer opnemen of zo. En dan heb ik heel veel school en zo. En dan kan ik een nieuwe videokaart in de tussentijd kopen. En dan waarschijnlijk als ik pas tijd heb is die videokaart al geïnstalleerd. Dus wow. Oké. Maar wij gaan naar Ezio Auditore da Firenze. Maar nu in Constantinopel. Dus. Bam. Daar gaan we. I have left Constantinople and set sail for the interior of Anatolia. To a region where dit wordt een leuke missie volgens mij. Manuel is training his soldiers. If I am lucky, I will not be alone. For there may be Ottoman spies in the area waiting to strike. But, as ever, I put stock only in myself. And hold the memory of dear Sophia close to my heart. Claudia, you would laugh to hear the racing thoughts of your brother now. I have come to admire Sophia with more affection than I thought possible. After the death of Christina, something withered in me. Yeah. Die heb je niet gezien, behalve als je brother de extra missies hebt gedaan. Has returned. Maar ja, I adore Sophia. Ik heb het gezien op internet. But dare not drag her into this life of mine. Not without fear of hurting her. Ja, Sophia is vet cool, ze moet niet dood. Ja. Maar jouw schuld als ze dood gaat, dat is jou. Jouw schuld! Ja? Verdomme. Ja? Sommigen kan wel. Nee, Cassine is dood, was niet jouw schuld, sorry. Onderaard. Sequentie 7. Zo jammer dat de teksten en zo niet in het Engels zijn. Ontiteling zo is meestal wel chill, maar. Ik zeg van, waarom heb je instellingen al op Nederlands staan? Ja, dat kan ik helemaal geen reden doen. Het is gewoon omdat ik hem in Nederland heb gekocht, heeft de Nederlandse instellingen. Ja. No evidence of an army here. And no signs of Tariq's men. Zorg dat je hier wordt opgemerkt. Nou, dat wordt leuk. Paleologos. Run. Oeh, ik heb allemaal nieuwe dingen, maar dat kan ik nu... Oh jawel, hier zijn ook winkels volgens mij. Het is een klein dorpje of zo ergens in een fucking berg of zo. Oh. Oké. What the fuck? Gebeurt er? Oké, wacht even. Als ik moet eventjes mijn V-sync aanzetten. Dat is misschien handig. Oké, daar ben ik weer. Het speelde even stom en sloot af. Het is echt een beetje raar met iets met het bestand van dit spel. Doet vet shit ofzo. Maar nu doet hij het goed, denk ik. Oeh. Ezio Auditore. Maar heb ik trouwens ook al vaker gehad dat spel. Een beetje raar deed, maar hij is nu in veilige modus of zo. Is hij opgestart? Het komt allemaal goed. Hoop je. In zijn bedoel, hoop ik. Jullie waarschijnlijk niet. Ik ben niet opgedekt. Nee. Ik ben er niet. Totaal niet. Zeker te weten niet. Yep. Nee, oké, zie je, dacht ik al. Dacht ik al, hè? Je hebt niemand gezien. Alrighty, let's go. Come on, Ezio. Hoppa.
Damn, ik heb echt gameplay gezien van Assassin's Creed 3. Het is echt zo'n mooi spel. It's fucking awesome. Maar ja, ik moet nog even wachten. Inderdaad. Oké, deze moet ik gewoon de hoek omnemen gaan. In plaats van rechtdoor. Oh yeah. Eventjes rondje kijken. Eventjes even rondje. Kijk zo, rondje. Oeh. Nice, nice, very nice. Eigenlijk niet, maar gewoon een beetje compliment geven aan de mensen die er wonen. Ik ben er niet. Wat doet zij? Wat doet zij? Ja, yeah, bitch, kom hier. Hoppa. Ik ben daar niet. Ja, ja. Duits. Is mooi. Oké. Okay. Zoek daar ik spionnen. Waar zijn die bitches? Wacht even. Aha. Ah, ik moet gewoon kijken. Het is een vrouw. Het heeft totaal geen nut. Maar ja. Gewoon lekker langs gaan. Eén van deze is het. Ik weet het zeker. Ik voel het. Ja. Zie je? Oh, kut. Nee. Oké, bitch, ik kom eraan. Voor mijn moeder. Kom. Ah, springen. Etje. God. Niet zo springen. Jezus. Oh, god. Toma. Oké, ik ga hem springen. God. Toma, Etje. Hoi. Hoi. Not so close, Adi Herif. Easy now. Tarek sent me. Only you? Why not more? Well, I am one man army, ben, bitch. Captured by Byzantines over a week ago. I was dressed to look like a slave and managed to escape. But the others? It's a dope. Are you a capable fighter? I like to think so. Dude, well, when you are certain, come find me. Nee, Atio, je hebt geen chance. Je hebt Sophia. Kom dan, man. Oh yeah, 100%. Oh, oh yeah. Oh ja, nu, ja, ik, ja, oh ja. Dat vind ik lekker. Ja, 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 oh ja. Ja, dat is wel wat je denkt van zo. Dat geeft wel de kick, hoor. Maar, ja. Hello. Don't mind me. I'm just a citizen. Oeh, wat is dit? Ja, bitch, kom op. Medicijnen, natuurlijk. Oh, snelwerkende gif upgrade. Zal die, maar ik doe het gewoon. Weet je, ik ook gebruik ik het nooit. Ja, doe gewoon, huppa. Houder is vol, oké. Okay. Dat is belangrijk, belangrijk. Medicijnen, helemaal niks, joh. Vuil. Come back if you need me. Come on, little fella. Oké, okay, kan ik weer ergens armor kopen? Ach, dat baat wel. Doe ik later wel, jongen. Die bitches vinden mijn armor nu ook wel mooi. Did you happen to see that? We caught another of the Sultan's spies lurking about. A woman this time. Dame van lichte zeden. Sending his harem girls now, eh? It seems the Sultan is running out of skilled fighters. Where did you take her? Inside, into the prisons. But she won't last long. Not with Shakulu in charge. Oh. Oké. Okay. Dood niemand. Nou zeg. God, Tom, het show. Kan je het huis wel opklimmen, dacht ik ook al. Waarom lukt het dan de eerste keer niet? Jezus. Het is een mis met jou. Climbing the things that I'm climbing. Oh. Oké, okay, gewoon lopen, gewoon lopen, gewoon lopen, bitch. Gewoon doen, gewoon doen. Gewoon in bedetje. Auditoria Firenze. Verdomme.